Die klim op hier bijvoorbeeld, die kunnen ze heerlijk schuilen hieronder. Ja. Dat is een ideale schuilmogelijkheid. Ik hoorde van iemand die in de tuin zat dat de ratten over zijn hoofd liepen. Nou ja, ze klimmen wel in die klim op hier en er was een man die was zijn tuin aan het snoeien en die viel wat in zijn nek en dat was een rat. Ik ben wezen vissen in Frankrijk. Een week nadat ik thuis kwam, begon op zondagavond begon ik me eigenlijk iets minder goed te voelen. Ik werd maandagochtend wakker, ik moest eigenlijk maandagnacht werken. Ik werd 's ochtends wakker met hoge koorts en ja, eigenlijk griepschijnselen. Ik dacht dat het griep was, maar uiteindelijk was het toch geen griep. Maar daar is het eigenlijk mee begonnen, een week nadat ik thuis kwam van het vissen. Ze zitten overal en het worden er steeds meer. Tussen 2006 en 2013 is het aantal ratten in ons land nog stabiel, maar neemt daarna sterk toe. In de afgelopen 2 jaar is het aantal rattenmeldingen met 90% gestegen. Hier liepen al die holen zeg maar onderdoor. Dan zag je gewoon een paar van die holen bij elkaar komen. Dat is dan zo'n centraal punt, hè? Want ja, een rattenhol dat is gewoon allemaal kamers en dat komt op één centraal punt samen. En dan knal je er gewoon doorheen. En dan bij de buurman klommen ze in die boom daar zo. En toen liepen ze daar boven op de raamkozijnen. En bij die buurvrouw verderop ook op de raamkozijnen. De toename van het aantal ratten blijft niet zonder gevolgen. Rattenurine in het water zorgt ervoor dat mensen besmet kunnen raken met de leptospirosebacterie. Die bacterie kan de ziekte van Weil veroorzaken. Het wordt warmer in Europa. Leptospirose is een tropische ziekte. Leptospieren overleven veel beter in warme omstandigheden. Dus dit zijn twee indicatoren waardoor leptospieren langer in de omgeving kunnen overleven en dus een groter infectierisico met zich meebrengen. En dat overkwam Lennart van der Meij na het vissen in Frankrijk. Mijn hoofd klapte uit elkaar, ik was alleen maar aan het overgeven, ik kon niet meer lopen. Het was gewoon, ik voelde gewoon van nou, het kan vandaag of morgen wel eens gebeurd zijn. Toen werd ik gebeld door een vriend van, je moet eens kijken naar de ziekte van Weil. Een kennis van hem, die is op vakantie geweest in Indonesië en daar schijnt het vaak voor te komen. En die gaf hem de tip van, joh, je moet bellen dat ze moeten gaan testen op de ziekte van Weil, want ik denk dat het de rattenziekte is. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. Ja, sommige mensen gaan er niet meer zitten op het gras. Die zien dit lopen, die zeggen, ga weg met de kleine kinderen. Als ze brengen de hand die ratziekte van Weil, noem maar op, ziekte, dan hebben ze dus de pest erin, dat ze de balen ervan dat ze de ratten zien lopen. Dus ze gaan weg, die mensen. Ja. Sommigen die vinden het heel normaal, die zeggen, joh, oh, heb je er weer een? Die zien het net als de ganzen volgens mij een andere beestje, die gaan er gewoon tussen zitten. De ziekte van Weil kwam in Nederland nauwelijks nog voor, tot 2014. Toen constateerde het Nationaal Leptospirose Laboratorium dat in dat jaar 60 mensen in ons land besmet raakten. 8 keer zoveel als het jaar ervoor. Als je een rat ziet, dan kun je bijna zeker van zijn dat leptospirose ook in de buurt is. Maar of het nou een toenemend probleem is, kunnen we niet zeggen, want rattenpopulaties worden in Nederland niet gevolgd. En dat is op zijn zak zeg, verontrustend. Het is bekend dat de rat na de mug het dier is dat de meeste ziektes verspreidt. Niks gevangen, hè? Uitroeien is niet mogelijk. Er ligt te veel eten op straat. Veel ratten zijn inmiddels resistent tegen gif. En vallen zetten is niet genoeg. Nou, als je dus ziet, hier schuilen ze. Ze komen hieruit, ze komen ergens wat eten en drinken en ze schieten hierin en ze schieten er ook weer uit. Ja. Nou, daar schoten dat er een ding is, dus daar zijn we ook mee bezig om daar naar te kijken. Er is me ooit een keer verteld toen ik in Frankrijk aan het vissen was van je moet niet op je blote voeten naar buiten lopen vanwege de raturine. Maar ik heb er nooit bij stilgestaan dat het zo heftig kon worden door een rat. En ik heb daar zo gigantisch veel ratten gezien en ik heb er nooit bij stilgestaan. En nu heb ik wel zoiets van, zodra ik een rat zie, dan krijg ik echt een nagevoel en dan gaat alles, wordt hermetisch afgesloten. En ik blijf daar aan mijn buurt en ik doe er alles aan om die beesten niet meer bij me in de buurt te krijgen.